Achterin liggen vier mooie Toyota Aygo velgen. Ze waren 25 euro hoor. Ik moest daar eens opletten. Want deze velgen hier, ik weet niet hoe, maar als ik 100 rijd, dan trilt die hele auto in elkaar. Dat heeft iets te maken met de velgen volgens mij. Dat zijn gewoon kaatskrom. Dan ga ik hopen dat ik die velgen, dat die problemen oplossen. Want dit is echt niet vol te houden. Ik zit momenteel bovenop de tank originele velgen van de Suzuki van mama. Ik heb die eraf gehaald omdat die dus begonnen te trillen op hoge snelheid. En ik was er dus streng van overtuigd dat het kwam omdat ik ze krom gereden had. Maar dat is dus volgens mij niet zo, want ik heb iets ontdekt. Kijk, dit hier. Hier is helemaal zand. Die had ik nog niet bekeken voordat ik de nieuwe velgen had gekocht. Meer dan de hele helft hier zo. Er zit gewoon een laag met zand opgeplakt. Wat? Dus ja, nu heb ik een set reservevelgen. Nou heb ik dus dat nieuwe setje. Alleen, ja, moet ik kijken hoe ze eruit zien. Kijk dan, is kapot lelijk. Het is wel lelijk, maar nog niet lelijk genoeg. Dus ik heb daar ook een idee over. Ik wil dus die velgen iets gaan opleuken. Alleen voordat ik ze zeg maar kan bewerken, moet ik eerst nog even zien dat ik ze fatsoenlijk kan ontvetten. Ja, hier. Was nog maar eigenlijk als eerste stap sowieso een beetje dusty erin trekken. Heb je Amerikaanse velgen hier nog? Wat is dat? L.A. Nee, dat is linksachter. Dat betekent links voor in Nederland. Ja, en als we daar ook, dan moeten we even de action looten voor verschillende soorten verf. En als ik terugkom van looten, dan is dit ingetrokken en dan is alles ontvet. Ja, maar daar staat RV voor dan. Band. Ik ben car detailer van beroep, hè. Wel in ontslagen. Maar schoon, dat is één ding, maar dan moet ik ze eigenlijk ook nog even ruw maken met schuurpapier. Schuurpapier op een borstel. Het is niet de bedoeling dat het mooi wordt, hè. Maar welke kleur gaat het ook? Echt zwart? Dat is nog een verrassing. Helemaal niks. Ja, want dit was zeg maar het ontvettingsproces. Ik heb nog even een cruciaal element van het voorbehandelingsproces gevonden. Dus dan klikken wij op de accuboor en dan schuren we die hele velg aan stront. Let op. Yes. Work. Dat is ook met ventiel. Nee joh. Ja no. Dat is eigenlijk gewoon kutwerk eigenlijk. Ja, nou kijk eens in met die schaafje. Waar komt dit water in één keer vandaan? Hoezo is dit nat? Is dat dusty? Zit er nog dusty hier? Zit er nog dusty hier? Terug, terug, terug! Alle velgen een beetje ruw gemaakt. Deze kant heb ik alvast even met grondverf geprobeerd. Dit is gewoon één laagje. Eerlijk gezegd is best wel lijp. Maar ja, dat is iets te mooi, dus daar gaan we niet voor. Ik heb er een boel speelkaarten in geprikt. Eerlijk gezegd is het nog helemaal niet zo verkeerd op dat blauwe. Ik heb de grondverf goed hard laten worden. Maar ik zal nu toch eroverheen moeten gaan spuiten. Dus ik heb even een van de vele busjes uitgezocht. Nu gaan we beginnen met eenvellig roze maken. Ik heb hier een unit van een windscherm gebouwd. Zo gek. Ik heb er nu twee lagen op zitten. Blijkt dus dat er zo dadelijk regen aankomt. Nu moet ik dat gaan oplossen. Eigenlijk ziet het er veel te mooi uit om te veranderen. Maar goed, dat was jij nog niet in de planning. Weet je niet. Dat heb je goed gedaan, jongen. Ik ben bij die roze ben ik hem vergeten schoon te maken. Ik weet niet of dat erg is. Is dit Jan zo'n rijbewijs? Oh.
fuck zijn jullie aan het doen? We zijn aan het vloggen. Hey, als jullie op zijn minst stil gaan zitten in die auto. Nee. Krijg even ballen tyfus, John. Of op dieet of stilzitten. Het is kut weer. Het is kut weer. We gaan een andere keer verder, want het is kut weer en we kunnen geen krik vinden. Ik ben er net achter gekomen dat het toch best wel handig is om te kijken op welke basis je verf is. Want ik heb hier met verkeerde blanke lak over mijn verf ingespoord en nu is het helemaal dikke tyfus. Ik heb hier gouden verf. Ik denk dat ik me ook wel in kan schrijven voor de kunstacademie hoor, moet ik kijken. En als dat niet lukt, dan ga ik 6 miljoen joh. Een nieuwe dag, een nieuwe fles Dusty. Mijn idee was dus voor die voorvelgen om ze op te cracken. Nee, dat was jouw idee toch? Ja. Ja, was... ja ik had ook een andere klaar gedaan. Oh, kat op aan. Kan dat? Oké, okay, krik maar, dan krik ik ook. Doe samen krikken. Samen krikken. Ja. Ga jij sowieso maar doorhouden. Wat was dat? Oh, vindt hij mooi. Kel. Nou. Ja, piade. Hij had een nitraat ergens liggen. Kutbeest. Ik heb de band van de grond. Ik denk dat dit goed is. Niks meer gaan doen. Oké, okay, nu komt het idee. Zijn er minder twee anders? Nu gaan koppelen. Hier, daar gaat het in. Rijden. Duurt even. Oh kut. Waar? Oh, de speelkaart. De kaart. Godverdomme. Ja, aan de andere kant is het toch al lelijk zat. Dus als het op de band komt, ja. Boeien. Boeien. Het staat nu in de vrij, dus als ik makkelijker wil werken. Oh, ideaal. Doe maar. Wow, gekke. Maar nu krijg je ook geen druipers. Ja, dat was rustig aan. Ik zal eerst even wachten. Nu komt de big reveal. Heel godverdomme, ik moet kijken. Oh, kerel. Dit is echt het kutste idee ooit, hè? Dan kun je ook niet meer goed spuiten. Oh, ik ja, nee, maar. Want dit helpt dat je er nu overheen spuit. Ik zeg toch, daarin midden moet je niet zo apenveel doen. Mmm. Lekker. Ja, dat middenin is echt een teringzooi. Even vergelijken met een andere. We hebben nog één kans. Probeer het eens. Oké, dat is één laag. Stop eens. Wat? Fucking ziek. Huh? In één keer? De grij, dat stinkt ook gewoon naar action. Hoeveel snelle versnellingen zou ik kunnen halen voordat die afslaat? Is er 3? Ja. Oké, dan komt er 5. Ja? Zo dan, hoe hard rij je nu dan? Dikke drukmelden. Hier, wacht. Dit rijd ik ook nog af. Oh ja, glitterspray. Niet te dik, hè? En nu de glitter. Oh, wat de hel. Moet je dit effect zien? Hé? Het ziet dat er is iets minder. Nou, oh, dat druipt echt als een malle, jongen. Moet je kijken. Ja, dit is toch wel echt de kutste velg. Dit is echt fucking lelijk. Ja, dit is wel echt flink verbouwd. Oké. Okay. Zoiets. Wat een kut idee. Nee. Waarom heb ik het nog gedaan? In de dreugmullen.